De heer Jetten. Voorzitter, ik wil allereerst mevrouw Van der Plas feliciteren, want het is haar gelukt tegen de maatschappelijke stroom in om er weer een fossiele subsidie bij te krijgen, namelijk subsidie op vervuilende rode diesel. En dat lijkt misschien een cadeautje voor de boeren waar mevrouw Van der Plas voor zegt op te komen, maar door tegelijkertijd dus die 15 miljard bij die boeren weg te grissen, is het uiteindelijk wel een heel zuur cadeautje. En in het hoofdlijnakkoord staat dat in het toewerken naar dat betere verdienmodel voor boeren wordt gewerkt met het trappetje van Remkes. Dat was het stikstofadvies van een paar jaar geleden. En dat trappetje van Remkes is innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen. Extensiveren, minder dieren op meer grond. Verplaatsen, omdat je op een andere plek je bedrijf wel kan voortzetten. En stoppen. Stoppen, omdat heel veel boeren de komende jaren ook willen stoppen. En wij wilden dat met die vorige coalitie doen, met 15 miljard, zodat het een warme sanering was. Zodat je werd gecompenseerd voor de schade die je als boer oploopt. Zodat je geld kreeg voor het afbreken van je stal. Zodat je kan investeren in een alternatief bedrijfsmodel op je boerenerf. En u maakt daar nu, met het schrappen van het transitiefonds, een ijskoude sanering van. En ik kan u zeggen, voorzitter, dat kreeg zelfs Tjeerd de Groot de afgelopen jaren niet bedacht. Nee, de heer De Groot zal dit akkoord niet zo leuk vinden, denk ik. Dat snap ik. Ja, kijk wat de heer Jetten zegt. Boeren willen stoppen. Weet je waarom boeren willen stoppen? Dat ze gewoon helemaal spuugzat zijn hoe ze behandeld worden. Dat er ouders zijn die tegen hun kinderen zeggen, neem het bedrijf alsjeblieft niet over. Dat heeft niks te maken met dat ze geen toekomst meer zien vanwege regelgeving. Het speelt mee. Het is constant stapelende regelgeving de afgelopen jaren. Maar het heeft het meest mee te maken dat hoe ze hier zijn weggezet in Nederland door sommige groepen, sommige partijen, mensen individueel. Dat heeft gemaakt in de afgelopen jaren dat die boeren die wanhoop in de ogen kregen. De wanhoop in de ogen van redelijke mensen, zoals de heer Remkes dat zei. En als de heer Jetten denkt dat hij mensen plezier doet om ze uit te kopen. Het is één groot drama op het boerenerf om uitgekocht te worden. Ik lees dagelijks en krijg dagelijks berichten van melkveehouders die voor de laatste keer de melk laten ophalen. Die voor de laatste keer hun koeien verzorgen. Die met het hele gezin huilend op het erf staan als de koeien weggaan. En dat is helemaal niet in het vizier geweest hier bij mensen. Joh, laat ze toch stoppen. Dat is hartstikke mooi, zak geld. Kunnen ze lekker een stal mee afbreken. Dat is hartstikke mooi wat we hier doen. Het is verschrikkelijk wat we hier doen. Het is verschrikkelijk wat we hier, de boeren, de laatste jaren in Nederland hebben aangedaan. Generaties lang hebben ze daar gezeten. Generaties lang zijn ze boer geweest. Of visser geweest. Generaties lang. Het is een hele levensstijl. Ze hebben gezorgd voor het landschap. Ze hebben gezorgd voor de toerisme en de recreatie in de buurt. Ze hebben gezorgd voor gezond voedsel. Ze hebben alles gedaan wat de maatschappij van ze heeft gevraagd. En ze zijn hier weggezet als dierenbeulen, als gifspuiters, als milieuvervuilers. En aan mensen als mensen die we hier liever niet hebben. De heer Timmermans heeft het laatst nog gezegd van ja, die intensieve veehouderij, die moet hier dan maar weg. Die moet maar even verplaatsen. En de glastuinbouw ook. Dat is zo'n beetje ongewenst. Boeren zijn in Nederland, en dat kunt u hier bestrijden met z'n allen, maar praat met elke willekeurige boer. Boeren zijn hier weggezet als ongewenst en als ongewenst verklaard. En dat is waarom de meeste boeren stoppen, want ze hebben er gewoon helemaal genoeg van. En ik snap dat. En hier zeggen partijen dat wij valse hoop geven. Nee, wij geven boeren hoop. En boeren snappen heel goed dat wij dat containerschip niet ineens kunnen draaien en dat het niet morgen allemaal geregeld is. Dat zeggen ze ook. En ze snappen ook nog dat als je iets hebt wat uiteindelijk niet lukt, maar ze hebben wel gezien dat je er keihard voor strijdt, iets wat hier is nagelaten, want boeren moesten weg. Als ze dat zien, dan krijgen ze weer vertrouwen in de toekomst. En voorzitter, weet je wat vertrouwen in de toekomst doet met mensen en met bedrijven? Dan gaan ze weer investeren. Dan gaan ze weer dingen doen. Alles wat hier gebeurd is, heeft die hele verduurzaming misschien wel op slot gezet. Omdat het of niet kon, of niet mocht, of het was nooit goed genoeg.
En elke ondernemer in Nederland weet dat als je toekomstperspectief hebt en dat begint bij vertrouwen van hé, ik mag er zijn, ik hoef hier niet weg. En dan gaan mensen, gaan ze investeren in het bedrijf, hebben ze weer goede hoop. Moet ik mij daarvoor schamen? Nooit. Nooit zal ik mij daarvoor schamen. En wat we regelen, dat regelen we. En wat niet kan, dat zullen we uiteindelijk zien. Maar ik ga ervan uit dat het wel lukt. Ik heb hier de hele linkse hoek in deze Kamer de hele dag alleen maar horen zeggen dat lukt niet en dat kan niet. Dat is al vanaf 22 november. Ah, gaat ze nooit lukken. Haha, komt nooit goed. Dat is de sfeer die daar heerst. De sfeer die hier heerst, aan deze kant, is van jongens, we gaan ervoor en we gaan het aanpakken. En we zijn daar positief in. En we zijn er ook positief in dat het lukt. En ik ben daar blij mee, en niet alleen ik, grote meerderheid van Nederland, die staat te juichen dat hier deze coalitie is gevormd.